Sue van der Lies hier. Het is nu kerstvakantie en hopelijk zijn jullie ook allemaal hele leuke dingen aan het doen. Ik heb een hele leuke verrassing voor jullie. Ik ga voor jullie een boekje voorlezen. Kennen jullie de persoon die hierop staat? Inderdaad, het is Rikkie. En als ik mijn boekje een beetje dichter hou, kunnen jullie misschien wel al lettertjes herkennen van jullie naam. Duid ze maar eens aan. En hoe kijkt Rikkie hier? Inderdaad, heel blij. Kunnen jullie ook heel blij lachen? Ja, goed zo. Zet jullie oortjes maar open, dan gaan we eraan beginnen. Ik ga me eventjes hier op de stoel zetten. Rikkie wil een kerstboom. En inderdaad, jullie zien hier naast mij ook een kerstboom. Ik heb heel hard mijn best gedaan om de kerstboom heel mooi te versieren. Het is bijna kerstmis. Maar Rikkie thuis staat er altijd geen kerstboom. Papa, die heeft het veel te druk. Ik wil graag een kerstboom, zegt Rikkie. Papa zucht, oh, nu niet jongen, ik heb nog zoveel werk. Maar Rikkie vindt dat het hoog tijd is. Toe papa, ga er nu een halen. Hij staat al klaar met zijn sjaal. Buiten wil Rikkie een ijsworstel. Papa plukt er gauw een van de dakrand. Vooruit, Rikkie, zegt hij. We hebben niet de hele dag, hoor. Proef eens van mijn ijsworstel. Papa, hij smaakt echt als een ijsje. Maar papa heeft er vandaag niet zoveel zin in. Hebben jullie al eens een ijsworstel geproefd? Ja, nu is het een beetje veel te warm, maar binnenkort, als het winter is, dan kunnen wij misschien ook eens van zo'n ijswortel proeven. Kijk, roept Rikkie, de sporen van een kat. Kijk dan, papa, je kunt zien waar ze gelopen heeft. Ja, ja, bromt papa. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Haast je, dan zijn we sneller terug. En hoe zou papa zich nu voelen? Inderdaad, heel boos. Kunnen jullie ook heel boos kijken? Goed zo. Op de kerstbomenmarkt pakt papa de eerste de beste boom. Deze hier, zegt hij tegen de verkoper. Maar Rikkie heeft een boom gezien die hij nog veel mooier vindt. Nee, zie daar, roept Rikkie. Die grote daar, die wil ik. Vooruit aan mij, geeft papa toe. Een grote boom voor mijn kleine vriend. En kijk, lieve schattekes. Ik ga mijn boekje nu een beetje dichter houden. En op de bomen zien jullie allemaal cijfertjes. Kunnen jullie het cijfertje 7 aanduiden? Heel goed. Samen binden ze de kerstboom op de slee. Dan pakt Rikkie het touw. Ik trek de slee, zegt hij stoer. Beide stukjes bergop mag papa helpen. Want dat is toch wel zwaar. Zo'n grote boom op de slee. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Rikkie en papa vallen pardoes op hun achterste in de sneeuw. Holder de bolder rollen ze de heuvel af, helemaal naar beneden. Rikkie krabbelt als eerste overeind. Je bent net een gekke sneeuwman, giert Rikkie als hij papa zal zien zitten. Helemaal onder de sneeuw. Papa kijkt betreurend. Maar dan schiet hij in de lach. Hier, pak aan, roept hij. Sneeuwballen vliegen door de lucht. En papa die duikt weg. Maar Rikkie blijft gooien. Ja, die was raar.
jongens en meisjes. Weet jullie wat het woord beteuterend heet? Hoe heet dat of wat wil dat zeggen? Inderdaad, dat is zo'n beetje sip. Ja, zo'n beetje beteuterend. Dat is niet zo'n heel fijn gevoel. Maar kijk eens. Hoe zou papa zich bij het volgende prentje voelen? Inderdaad, ik zie daar ook een grote glimlach. En als wij een grote glimlach op ons gezicht hebben, dan zijn we inderdaad heel blij. Uren spelen ze samen. Ricky wint van een spannende sneeuwrace en balanceert boven op de grote sneeuwbal. Samen treden ze op in Ricky's sneeuwcircus. Zullen wij ook eens balanceren? Sta maar eens allemaal recht. Ricky heeft nu een bal. Wij hebben geen bal, maar wij mogen wel zo eens één been in de lucht. En dan balanceren wij ook inderdaad. Dan hebben wij hopelijk een heel goed evenwicht zonder dat wij vallen. Uitgeput laten ze zich in de sneeuw vallen. Sneeuw is heerlijk, zegt papa. Ik was bijna vergeten. Ik niet, lacht Ricky. Ik wist het nog wel. Als ze weer staan, kijken ze naar de afdrukken die ze in de sneeuw gemaakt hebben. Die van jou is groter. Jij wordt later even groot als ik, zegt papa. Misschien wel nog groter. Ja, vast wel groter en sterker, denkt Ricky. Hij duwt de kerstboom weer op de slee. Papa, die maakt het touw vast en met zijn tweeën trekt de slee naar huis. Lieve jongens en meisjes, kunnen jullie eens de afdruk van Ricky aanduiden? En dan mogen jullie de afdruk van papa ook aanduiden? Heel goed, inderdaad. De afdruk van Ricky is kleiner dan de afdruk van papa. Mama is in de wolken. Ze vindt de boom prachtig. Hij mag meteen naar binnen. Oh, maar ik heb hem uitgekozen, vertelt Ricky. En de slee getrokken. En papa, die was een gekke sneeuwman. En we hebben in de sneeuw gespeeld, hè papa? Leuk, zegt mama. En ze geeft haar mannen twee dikke zoenen op hun koude wangen. Zeg, en als wij heel goed kijken, zien wij een diertje. Zien jullie dat diertje ook? Inderdaad, het is een poes. En welk geluid maakt een poes? Miauw. Miauw. Wie van jullie heeft er allemaal een poes? En hoe heet jullie poes? Ik heb hier geen poes rondlopen. Samen versieren ze de boom. Ricky maakt de ster helemaal bovenop zitten. En als het buiten donker wordt, mag hij de lampjes in de boom aansteken. Weet je, vertelt papa, toen ik klein was, wilde ik ook altijd zo'n grote boom. Oh, ik ook, lacht mama. Met mooie rode kerstballen en zilveren slingers, een lampje en een ster. Net zoals Ricky's boom. Ik heb nog een stukje ijswortel, zegt Ricky in zijn broekzak. Maar zou de ijswortel nog in Ricky zijn broekzak zitten? Nee, lieve schattekes. Want ijs, wat doet dat? Inderdaad. Dat smelt. En dit is het einde van het verhaaltje. Ik wil jullie nog een super, super, super leuke kerstvakantie wensen. Maak er een hele fijne tijd van. Goed feesten. Ik wens jullie ook een hele fijne feestdagen. Een gelukkig nieuwjaar. Geef de boodschap ook maar door aan jullie mama en papa. Hopelijk zien we elkaar super, super, super snel, want ik mis jullie toch nu wel al een beetje, hoor. Ik ga jullie nog 3 dikke coronazoenen geven.
en maak er nog een fijne dag van. Dag lieve schattekes, dag!